In de vorige les hebben de leerlingen vanuit een ontwerpvraag zoveel mogelijk verschillende ideeën bedacht. Met als resultaat een presentatie van een aantal veelbelovende, gevarieerde ideeën. In deze les gaan de kinderen het gekozen idee verder uitwerken, een prototype maken. En de bedoeling is dat we aan het einde van de middag een aantal spellen hebben die we daadwerkelijk kunnen spelen. De teams hebben een aantal hulpvragen gekregen die ze een beetje op weg helpen bij het verder uitwerken van hun idee. Eerst gaan ze met elkaar verder brainstormen over spelregels. Hoe leren we dan de tafels? Hoe kunnen we dan controleren of de tafel ook goed is? Als ze dat met elkaar bedacht hebben, dan gaan ze daarna echt aan de slag en dan gaan ze het spel daadwerkelijk maken. De materialen die gebruikt worden zijn voornamelijk materialen die iedereen makkelijk kan pakken. Zoals gekleurd papier, karton, maar ook doosjes en misschien zelfs even wat materialen van een al bestaand spel dat ze eventjes kunnen inzetten. Eerst was het een memory, daarna werd het memory met koekjes en nu is het memory met aan de achterkant koekjes. Nu is het een leuk spelletje. Het is ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen daarmee bezig zijn en hoe ze ook zelf zien dat het steeds meer echt een spel gaat worden. En dat ze daar steeds meer bij bedenken wat in eerste instantie nog niet bedacht was. Maar al makende komen ze op steeds meer ideeën, gaan dat toepassen en worden dan ook zelf steeds enthousiaster. Op het moment dat ze denken dat het helemaal klaar is, gaan ze zelf het spel spelen. Volgens hun eigen spelregels gaan ze uitproberen of het spel daadwerkelijk werkt. Een enkele keer zie je dat een groepje toch even vast komt te zitten. En door een paar gerichte vragen te stellen, help je de kinderen heel makkelijk weer op weg. Een andere manier om kinderen te helpen die even zijn vastgelopen is om die testfase maar gelijk in te zetten. 6 keer 4 is 24. 3 keer 9 is 27. Al spelende komen ze dan vanzelf erachter wat er nog ontbreekt of wat er moet worden veranderd. En dat helpt ze weer op gang om het spel aan te passen en speelbaar te krijgen. Je hebt allemaal onderdelen, daar ga je heen. En als je alles goed hebt, dan krijg je een bonuskaartje. Als je niet alles goed hebt, dan krijg je geen bonuskaartje. Niet iedereen is even goed in keersommen, dus dan is dit de makkelijkste en daarna, dit is een beetje als je gewoon goed in rekenen bent en deze is al als je heel goed in rekenen bent. We hebben het spel voor buiten met de hele klas getest en merkte tijdens het spelen ook op dat nog niet alles compleet was. Waarom krijgen wij niet meer bonuskaartjes? Ik heb wel kaartjes en de ander heeft geen kaartjes. Wat doe ik als ik klaar ben? Kortom, het was een ontzettend geslaagde test waar het team wat het spel ontworpen heeft ook weer verder mee aan de slag kan. Met alle tips en adviezen van hun klasgenootjes. Na het testen is het tijd om het spel te presenteren aan de klas. Dat is een ontzettend leuk moment. Kinderen zijn razend enthousiast en trots op wat ze zelf bedacht hebben. En tegelijkertijd zien ze dan ook dat er heel veel verschillende mogelijkheden en oplossingen zijn voor eenzelfde vraagstuk. Ik vond het opmerkelijk dat er zo verschrikkelijk divers gedacht werd. Dat er zoveel verschillende soorten spellen door de kinderen bedacht werden. Het is ontzettend waardevol om op deze manier les te geven. In 2 lessen hebben de leerlingen de hele ontwerpcyclus doorlopen. Ontwerpend leren is heel tastbaar, concreet, relevant en motiverend. En daarmee uitermate geschikt voor in de klas.